Hallo schapgelingertjes van Just as Pragmatists, welkom bij de 200 sub special! Gaan we ooit de 200 halen, denk je? Dat zeiden we toen we de 100 haalden, zeiden we ook, zouden we ooit de 200 halen. En het is gelukt. En binnen een half jaar denk ik, ja ongeveer. Ja. Wel, die 200 is snel hoor, was snel hoor. Dat we bleven wel echt de tijd op 190 houden, rond die, ja, dat klopt, range, zeg maar. En dan ging het ook weer een stuk achteruit, en toen, toen ging het opeens heel snel. En toen ging het er achteruit, en echt in één keer, 200, nice. Oké, okay, ja. De regels, try not to laugh. We hebben 3 levens, 3 keer lachen, ook maar het kleinste beetje lachen. Dus een beetje als het geluid maken, dus als ik dit doe... Ik vind het nou wel moeilijk. Dat mag, maar als ik dan... Dat is smart. Dan heb je gewoon 1 leven eraf. Okay. Doe je dat 3 keer, dan betaal je de merk. Dan betalen we de merk. En dat gaan we ook zien in deze video. Dat gaan we ook zien in deze video. Als het goed is. Want wie zegt dadelijk, rijden we naar de merk en gaan we dood. Dat is waar. Dus, waarschijnlijk... Dat zou best wel jammer zijn. Oké. Nou, het is klaar. Laten we hem starten. Ik hoop dat hij grappig is. Hij deed echt zo van, ja. Hij was op zich wel grappig, maar niet lachgrappig. Maar dit was weer zo... Ja, dat vind ik toch best lastig. Ja, als die mensen er ook in gaan lachen, dan wordt het lastig. Dat is vooral lastig. Maar deze ken ik wel. What the fuck. Deze al lachen. Hey, Billy. En dan zegt hij ook gewoon nog heen. Dat was wel. Ja, het was weer... Oké. Nee, die telt niet. Doe we door de vingers, maar de vorige keer wordt het te laat. Hurry up! Ja? Oh. Erik. Wow. Do it! Tomorrow. So just quit. So just don't do it. Ik denk dat hij naar de tandarts kan. Dat is toch die acteur, toch? Do it! We're gonna wake up and quit. Don't let your dreams come true! Success is impossible! Oh, sorry. Oké, 1 leven van mij just erop. Just stop there! Just stop starting over and quit. You're gonna just give up. No! What are you starting over for? Just give up. Best wel grappig geëdit. Ja, dat is goed geëdit. Ja, what the fuck, man. Nee. Okay. Allebei 1 keer. Oké, we hebben allebei nog 1 leven over. We hebben allemaal even op pauze. Ze wilden even terugspoelen. Oh, dat was echt gewoon zo'n eentje van... Ja, daar ga je gewoon bij af, zeg maar. Bij die. Ja, what the hell. We gaan nog een keer kijken. Hier, maar dit gewoon. Oh, echt zo goed. Ik moest weer echt lachen van wat de fuck gebeurt hier. Hier mogen we gewoon nog een keer lachen. Hier, zo vrouw. Hoppa, rotte. Ja, die hadden we net. Dat is best wel fijn. Oké, we hebben allebei nog maar 1 leven over. Die was ook heftig. Oké, we doen wel naar 5 leven. Oké, we staan anders dan was het gelijk. Dat is niet leuk. Oh mijn god, waarom ben ik zo slecht? Oké, wacht. We kijken gewoon het filmpje af en dan wie het meest heeft gelachen, die is af. Oké, dat is goed. Want alles gaat echt heel heftig geworden. Ja, oké, dat is niet meer. Oké, 3-3. Wat is de hand dan? Die was ook niet zo grappig. Ik vond die andere wel grappig. Ja, die was ook grappig. Body powder that you can spray? What could be next? Oh, hey there, little girl. Wanna go for a swim? Yeah, sorry. Sophia, that morning. Whoa. Een dildo? Nee, het is een dildo.
Have you ever had a dream that you had you could do? Heb al problemen met praten. Ik denk dat het voor de eerste. Die is ook best grappig. Alleen maar omdat de rol is ook. Ja. Tegen elkaar. Ja, ik denk gewoon dat ze allebei naar voren vallen of zo. Nee. Of dat het zo dit wordt. Early next week, the council also said it would continue to clear pavements, but it's warned that water supplies are now at critically low levels. It's still dangerous for Dublin pedestrians. Die was ook moeilijk. Die was lastig hier. Oh! Die, dat is voor ons gewoon. Ja, normaal. Ik vind fietsdingen ook niet echt grappig. Dat is om te fietsen. Ja. Nu hebben we normaal tegen die kat, jongen. Ja, sorry. Ik sta vol! Ja, ik vond het wel grappig. Maar nou gaat die kat wraak nemen, hoop ik. Anders. Neem ik. God, nice. Oké, okay, hoeveel staat het nou? Mag je in het filmpje twee keer lachen of telt die dan als twee lachen? Nee, dat telt gewoon als één keer lachen. Oké, dan sta je... Dan heb jij vijf keer gelachen en ik vier keer gelachen. met die bloempot was best wel grappig. Dat was een instant karma. Was het tijdens het trouwen? Kijk. Fun times in Cleveland again. Still Cleveland. Come on down to Cleveland town, everyone. Under construction. Ik denk dat dit alleen grappig is als je catches on fire. It's so polluted that all our fish have AIDS. We see the sun almost three times a year. Ja, ik weet niet. This guy has at least two DUIs. The flats look like a Scooby-Doo ghost town. Don't slow down in East Cleveland or you'll die. Our economy's based on LeBron James. Buy a house for the price of a VCR. Our main export is crippling depression. We're so retarded that we think this is art. It could be worse though, at least we're not Detroit. Ik vond die wel mee vallen. Ja. Die was op zich wel heftig. 5-5. Die man die is gewoon aan het lachen. Ja, even een fietsje, dat zag ik ook niet hoor. Klik het niet nog een keer. Was het een zwembad, trampoline of groen gras? You hear the sirens? They're coming for you. Ja, dat vind ik dan weer niet grappig. Nee, het is wel grappig, alleen jammer dat ze daar niks gebroken heeft ofzo. Of gewoon dood ligt en dan is het wel grappig. Why? But I want to put you on the bus. Mommy loves you. Oké. Okay. Oh, die kat. Ah, hij gedraagt zich nog rustig. Ja, maar als hij... Gewoon wraak. Sorry. Dat is de beste ooit. Hij is zo clean. Het staat 6-5. Andy is going to touch that door hinge thing with his head. Maar waarom doen mensen dat? Dat snap ik niet. Je weet toch dat dat pijn gaat doen, lijkt mij. Ja. Ik denk dat ze parren niet te komen of zo. Ik moet niet daar. Wat
Inderdaad. Open your eyes. Dat is best handig, ja, dat je je ogen open doet. Pixie! Dat vind ik altijd grappig, een hond, die loopt gewoon door. Ja, niks aan jammer handen. Is dat die barbecue niet helemaal op de grond verspreid lag, zeg maar. Okay, that's just proper. I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Finny. Dat was een lach, dat was een lach. Shit, ik moest gewoon alleen al Finny zeggen, zeg maar. Dat is gewoon Jaden. Dat is gewoon Jaden. Dat je daar verwacht op iets. Inderdaad. Wat de hel, dik bad. Je moet wel in beeld trouwens. Oh, oké. Okay. Mag ik weer naar daar? Ja. Okay. Yeah. Jammer dat daar geen spijkers liggen en dat hun daar dan invallen. Dat is het grappige. Get the fish. Come on. Kat is wel het grappigste, hè? Ja, I mean, dan moeten ze een nieuw deksel halen voor het aquarium, toch? Dat was gewoon dol. Dat is echt glas. Nee, dat is gewoon een gewoon een paal die daar staat. My only, you make me happy when skies are gray and shy. I love it. Iedereen lost. En die zit niet zo heel. We got that on video. Hij dacht dat hij op een stoel ging zitten. Ja. Die is wel echt hardcore. Die was ook moeilijk. Die vond ik ook. Dat was hem. Ik heb gewonnen. Ik vond zeg maar, sommige vond ik wel echt grappig. Ja. Maar ja, echt gewoon meer dan de hele, waarvan ik dan denk ze van... Die hadden tussen al die super grappige, dan ja... Dan ja, dan denk ik van als je dit edit, dan weet je toch ook wel van... Dit is grappig, dat is niet grappig, ja. Ja, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja. Maar er zaten een paar super goede tussen. Een McDonald's. Ik bij die ene, ik zei ook gewoon alleen, vind je wel dat ik vind je zo, moest ik al een beetje zo lachen. Daardoor, maar ja, het scheelde toch 2 punten. Toch? 2 punten, ja. Oeh, die was even intens dit. Oké, we gaan dus zometeen gaan naar de Mac toe en dan gaan jullie allemaal zien. Dus we zien jullie zo in de auto. Het is zover, we zitten gewoon in de auto voor de Mac. McDonald's! Die ik gewonnen heb. Zien. Heb jij de McDonald's gewoon? Yeah. Of ben jij vanaf je vult? Nee, ja, dat klopt. Dat weet je. Het is goed, het is middags en we gaan nou gewoon nog naar de Mac. De goede oude tijden. Nou, de goede oude tijden was gewoon 's nachts om 1 uur. Dat was de goede oude tijden. Dan mis ik wel naar school. Of als we dan zwemles hadden, hadden we een uur tussenuur. En dan gingen we altijd naar de Mac. Dan mis ik naar school. Dat is het enige wat ik mis aan school en het is niet eens op school. Dus daar genoeg leuk school is. Maar waar hadden jullie dan zwemles? Bij Laco, zeg maar, dus dat is hier ook in de buurt, snap je? We moesten helemaal van noorden van Veghel, zeg maar, helemaal naar het zuiden. En dit is dan helemaal, echt helemaal aan het einde. Hè? En dat andere ligt ja, een kilometer afstand, dus daar ben je zo. Maar Laco is helemaal in het centrum. Ja, maar dat is van hier niet ver. Nou, net zo ver als het stukje verder naar school, zeg maar. Je hebt een uur tussenuur, dus in 10 minuten ben je van school naar de Mac. En dan in 5 minuten ben je van hier weer naar het zwembad. Dus dan heb je 45 minuten om te vreten. Nou, dat kun je wel lukken. Mm-hmm.
Dus dat deden jullie altijd. Ja, dat is wel echt lang geleden. Ik denk bijna een jaar of zo daar. Dat zou goed kunnen, ja. Ik mis het echt, jongen. Gingen we altijd net iets voor sluitingstijd. Gingen we hierheen. Gingen we altijd s'avonds hier lekker zitten. Met de mes. Ja, terwijl ik ook nog die andere auto. Kijk wat op het raam zit. Nu, je gaat slecht zien, maar... op de raam achter jou. En dan bovenin. Zit die binnen? Nee, dat is buiten. Toch of niet? Of is dat binnen? Die is binnen, G. Kan je dat raam vanaf hier openen? Nee. Wajo. Die wesp was echt heftig groot. Ja. Is hij al buiten? Weet ik niet. Je hoorde hem ook niet, hè? Nee. Normaal hoor je al... Dat was gewoon een steltwesp was dat. Die was echt heftig. Dus ook wel even nou goed door de auto, hè? Want als die jou steekt... Ik vertrouw het ook niet. Ik denk dat die nou weg is. Wat hoop ik? Wow, nee. Je kan het. Nee, hij zit nog binnen. Ik hoorde een zoemenlach. Oké, jij moet die andere deur even openmaken. Ja. Ja, maar is de kans zeker zo groot dat hij naar buiten vliegt? Die is echt fucking groot. Wat de hel is er mis met die wespen van nu? Oké, nice. Ja, oh, toch ook bij hem. Ja. We moesten net echt fucking lang wachten op onze bestelling. Ja. We gingen echt helemaal nergens over. Nee. Ik denk wel een kwartier of zo. En mensen. We hadden alleen maar 2 McChickens en 20 kipnuggets en een goed cola en een donutje. Milan houdt van de donut. Oh ja, pap, jongen. Dan moeten we de donutje ladden. Nee, normaal halen we altijd veel meer. En nu was het een beetje zo'n tussendoortje. Ja, precies. De camera stapt dus wel veel beter dan in de andere vlogs. Ja. Ik heb ook echt al een maand of zo geen Mac gehad. Oh, dan is het extra lekker. Mm-hmm. Maar jullie gingen toch elke vrijdag naar Mac? Eerst wel, maar dat is toen de frietent geworden. Oh. Waarom? Ook wel een beetje cola van deze. Waarom? Ja, gewoon, ik vond McDonald's minder lekker en vrijdag is dat super druk. En ja, frietent is gewoon bij ons achter in de wijk gehaald. Ja. Vind ik een heel speciaal zo lekker. Ja. Die cola. Ja, ik vind die cola sowieso niet lekker van mij. Ik vind hem apart smaken. Het smaakt niet eens naar cola nou. Misschien is er geen cola. Ja, je proeft wel een soort cola, maar dus ik vind hem niet smaken nou. Gewoon, ik weet dat je cola drinkt, maar het is geen Coca-Cola. Snap je? Oké. Okay. Ja, maar het is sowieso siroop. Hè. Ja, maar dan kunnen ze op zijn minst proberen om het in de bier te laten komen. Het zal ook wel siroop van Coca-Cola zijn, want ja, Coca-Cola is, is wel een dikke sponsor van Mac. Ik weet ook nog wel die ene keer. Toen was er toch iets met David of zo, dat zijn kanaal werd gestrikt en dat hij misschien dan op het kaal erover gingen praten en zo. Goeie oude tijd. Ik vind dat we dit gewoon weer eens vaker moeten doen. Dit is Jan, dat was ook echt nice. Wat ben je nu, Jan? Dit is Jan TV. Ja. Ja. Ik vond dit wel een mooie prijs die ik heb gewonnen. Ja, maar sommige was ook van, oh ja, shit, ik mag niet lachen. Ja. En sommige waren wel echt grappig. En sommige dacht ik zo van, nee. Degene die echt grappig waren, is waar we allebei al meteen tegelijk om moesten lachen. Ja. En er waren ook wel een paar bij, die waren ook wel grappig. Maar ja, dat was niet echt zo van waar je echt om moest lachen, zeg maar. Die kon je gewoon tegenhouden. Net als die, en ook elke keer dan denk je, dan wacht je totdat het grappige gaat gebeuren en is het over.
Zoals met die panty om die hoofd van die jongens. Ja, of met het trouwen, oh, het alarm. Oh. Is dat alles, weet je wel? Mm-hmm. En ik heb een nieuwe computer, maar dat weten de meesten. Nou, trouwens, nee, dat weten de meesten helemaal niet. Nee. Ik heb een nieuwe computer gehaald. En ja, dat gaat voor nieuwe mogelijkheden, mogelijkheden zorgen met onze Let's Plays. Hopen we. Ja, hopen we dat het werkt om Galaxy op te nemen. En Mario Kart Wii kunnen we proberen. Dat moet zeker lukken. Ja. Dus dat is wel... Dus ja, dat is eigenlijk een beetje. Ja. Ik heb wel zin in. Hadden we het? Nee, we hadden het toen niet opgenomen. Die ene keer toen we Ali hadden opgehaald. Dat was echt grappig. Ja. Dat was inderdaad wel grappig. En toen had hij een rijbewijs waar we aan eerst niet geloofden. Dus had hij extra rijbewijs? Ja, want ja, ik zou zo wel aan mij rijden. Toen zei hij, ik heb niet eens een rijbewijs. En toen liet hij zijn rijbewijs zien. Nou, dat was gewoon een app, hè? Waarschijnlijk. Ja, joh. Nou, Ali is de beste vriend van jouw vriendin, dus... Dat moeten we wel Ik dacht, nou, de grootste vijand. Ja. Voor haar verjaardag moeten we gewoon hem als cadeautje geven. Doe maar niet. Oh, ik heb het op. Ja, normaal bestel je ook wel heel veel. Wat zeg je? Normaal bestel je wel heel veel. Ja, maar normaal eet ik dan ook gewoon zeg maar als avondeten. Ja. En dit keer al komen met voorbedachte raden van... Oké, ik wil niet één hamburger, want dan heb ik spijt dat ik er geen twee heb. Ja. Dus ik pak er gewoon twee. En dan voel je dat je hebt gegeten, zeg maar. Maar als jij mij nou nog een McChicken geeft, dan eet ik die ook gewoon zo, ja, zeg maar. Of Big Mac, Big Tasty. Weet je nog een keer, dat hebben we vast wel een keer verteld, dat we hier in de Mac gewoon binnen waren. We hadden allebei met Big Tasty hadden besteld en die waren gewoon op. En toen kregen we gewoon ons geld terug, maar we mochten wel een nieuwe burger kiezen. Ja, maar dat was wel gay, want ik had zin in een Big Tasty. Ja. Het was wel aardig, maar het is gewoon van, hey, doe je inkopen goed, bitch. Ja, wat de hel. Ik denk dat ze zeg maar, toen wij bestelden, dat ze hem nog in stock hadden. Alleen dat iemand in de McDrive die ook bestelde en dat die dan zeg maar de Big Tasty kreeg, zeg maar. Dat denk ik, want normaal zou het apparaatje dan aangeven van, oh, ze zijn uit het verkocht, zeg maar. Dus ik denk op momenten dat wij bestelden, dat mensen in de McDrive ook Big Tasty had besteld en dat hun die Big Tasty dan kregen. Want ja, dat denk wij ik waren toch binnen, zeg maar. Ja. Want het duurde ook wel even voordat we naar het stuur kwamen, ze kwamen niet meteen. Pas na een paar minuten van, oh, hadden jullie die Big Tasty? Ja. Is op. Terwijl het wel rustig was toen. Ja. Maar het duurde al zo lang en wij dachten van, Toen ik een Big Mac voor het eerst en die was ook best lekker. Had je toen een Big Mac voor het eerst? Ja, want ik was eigenlijk nooit van de burgers en toen dacht ik wel... Toen dacht ik van, oh, laat ik eens een burger... ik laat weer eens een burger nemen. Big Tasty die vond ik wel lekker, weet je wel. Dus Big Tasty had ik toen maar gekozen. En toen was hij niet. Ja, kijk, ik vind kindnuggets wel lekker, maar kindnuggets niet als hoofdgerecht. Want je mist de saus, je mist de houvast, de... Ja, maar ik vind bijvoorbeeld nu, ik zou nu niet meer zo snel voor de Big Tasty kiezen, maar ik ben helemaal zo'n sompig broodje met te veel saus. Dat is veranderd, hè. Het is niet meer... Eerst was de Big Tasty heel vet, dat was zo'n platgedrukt broodje. Nu hebben ze andere broodjes en nu is het vlees niet meer... echt meteen van de bakplaats, laat het een beetje afkoelen, want de kaas is ook niet meer helemaal gesmolten. Okay. Het is minder vet geworden. Ik vind de Big Tasty... Dat zeg je nu pas. Ja, maar dat vind ik minder lekker. Ik vond het juist lekker dat vlees lekker warm was, die kaas helemaal gesmolten en dan die bacon warm. Nu is het een beetje zo van, oh, de bacon is koud, het vlees is een beetje warm, de kaas is een beetje warm, het sla is koud, de saus is koud en de broodjes koud. Ik heb gewoon een warme burger, of niet? En dat is van, dingen zijn koud, dingen zijn lauw en dingen is een beetje warm. Ja, iets lauwerder of iets meer warm. Dat vind ik niet chill, snap je? Dan denk ik van, hoe lang staat hij er al? Leg gewoon dat ding gewoon erop, jongen, klets dicht en vreet het al. Ja, ik vond het allemaal zo, dat was zo'n natte... Dat is juist lekker. Dat was een Ronald Goedemond. Dat is juist lekker. Oh, weet je wat trouwens
maandag een dag, zo'n jongen die zat bij mij altijd onder zwemmen. Ja. Die is gewoon dood. En je voelt 20. Gewoon toen zo'n auto ongeluk. Ik denk ook echt zo van. Ik wil straks even de naam weten, maar dan moeten we misschien maar niet zeggen. Ja, hij heet Martijn of zo, ik weet niet of je hem kent. Zo'n jongen uit Erp. Zat ook op een Fioretti. Okay. Ja, misschien als ik een foto zie, want ik heb natuurlijk met heel veel mensen uit Erp in de klas gezeten. Dus ja, misschien... hij heeft geen Facebook meer, dat is weggehaald. Ja, dat snap ik. Maar ik dacht echt zo van. Ja, dat is ook al echt een jaar terug of zo, maar dat dacht ik gewoon gisteren in één keer aan van. Wii U. Van. Oh my god. Yeah. Oh my god. God. Net als die mens, die is nou ook gone. Ja, dan hoop ik dat die gone is. En dan gaan we nog even Black verder spelen. Ja. Yeah. En dan is het wel eitjes bij de peer. Hè? Eitjes bij de peer. Ken je dat niet? Ah, oké. Okay. Moet je even die Divorce kijken? Ken. Heb je die Divorce wat er al afgekeken? We zijn gewoon halverwege seizoen 4 gewoon gestopt, omdat het gewoon niet meer zo lukken. Nee, ik heb ook die DVD-box gegeven. Ja, dat weet ik, maar hoe heet het? We zijn weer halverwege seizoen 4 gestopt, omdat het gewoon niet meer interessant genoeg was. Oh my gosh. Heb je seizoen 4 wel helemaal afgekeken ooit al? Ja, dan gaat hij toch vechten. Dan gaat hij ook naar Spanje toe. Dan gaat hij ook naar Spanje toe. Dat is aflevering 3 of zo. Okay. Dat is echt helemaal in het begin, vechten in het midden en dan daarna het einde. Nee, want hij gaat eerst vechten toch, voordat hij naar Spanje gaat. Want, nee. Oh, okay. Om de geld te verdienen, ja, klopt ja. Ja, maar dat was zeg maar echt in het begin een beetje. Wat gebeurt er later? Ja, en ik heb wel die laatste aflevering gezien dat die Wibi zo binnenkomt. Ja, van, yo, ik ben zwanger van één van jullie. Ja, en zei ze van, ik kan het beter niet vertellen. Iedereen, jawel, vertel. En dan is het afgelopen en dan wacht je op seizoen 5 en die komt niet omdat die dikke zich te goed voelt. Yep. Ja, maar er waren wel meerdere acteurs zeiden van, maar ik denk echt dat het gewoon kwam door, dat zeiden ze toen ook bij Echte Late Night, die ene die David speelt dan, die was er niet en ze zeiden ook van dat hij sowieso niet nog een jaar dezelfde rol wilde, maar ik dacht van, hij is acteur, hij verdient daar zijn brood mee. Precies. Je kunt toch ook meerdere, zo'n opnameshoot die 2-3 maanden en daarna... En het is gewoon een goede serie. Inderdaad, ja, maar misschien heeft hij ook wel gezegd van, hé, de serie dwaalt nou wel heel erg af. Ja, oké, maar bijvoorbeeld Gooise Vrouw is ook van Linda de Mol, die heeft ook bedacht, zeg maar. Daar speelt ze dan ook zelf in. Mm-hmm. Alleen, dat ging ook later verder, gewoon met nieuwe cast. Ja, of, nou, maar... niet helemaal, maar daar ging er gewoon iemand door. Kijk, het was nou, zeg maar, zo van, ze kwamen een beetje bij elkaar. Ja. En dan is het volgende seizoen, dan vind ik het niet meer echt... Divorce. Nee, oké, okay, maar echt nog gedivorced is David. Ja, maar ik bedoel, ding is, hij is dan met die Sally, weet je wel. Ja. Alleen Sophie en Boudewijn zijn ook niet echt bij elkaar. Maar hun komen wel bij elkaar, want Boudewijn gaat niet meer vreemd en zo. Of hij zou weer vreemd moeten gaan, maar dan denk je van, oh, en dan gaat het. Ja, maar het zou wel reëel zijn. En want dan zo zegt Sophie, ja, maar dan zegt Sophie, doei, ik ga naar Pieter. Nou. Nou, dan is dat helemaal afgesloten, Joris en Joyce. Joyce is nog steeds raar in haar hoofd, dus die... Maar dat weet Joris, Joris pikt alles, dus dat blijft ook bij elkaar, want nu heeft hij die kinderen. Dus dan wordt het zeg maar van wat je in seizoen 1 had gezien, komt weer terug. Maar ik vond seizoen 1 het vet, want je wordt er helemaal ingegooid. Seizoen 4 was al van, oh, je kent ze, een nieuw huis, bla bla bla, klaar. En ik vond de ene aflevering dat Joyce ging vechten, vond ik wel vet. Alleen ik vond dat een beetje meer reclame maken voor zijn serie van Vechtershart, weet je wel, van... Ja, oh hij bokst in één keer, hij heeft dan in één keer een trainer van lang niet meer gebokst. En dan gaat hij een paar afleveringen boksen en in één keer kan hij boksen. Ja. En dan is hij van... Ja, dat is wel zo. Dat is wel. En Vechterstad lijkt me ook een leuke serie, maar ja, dat komt op Nederland 3 of zo. Okay. Dus dan kijk ik, ja, ik kijk nooit Nederland 3, het moet gewoon echt heel komen of zo. Klaar. Maar hij lijkt het op zich wel vet, alleen ik ga de serie niet... Als hij op tv komt, dan zou ik hem kijken. Maar het is niet dat ik hem zelf terug zou gaan kijken. Misschien dat ik het wel moet doen, want het lijkt me vet. Dus, maar ja, ik heb daarin. Ja. Okay. Dan ga ik wel Overwatch spelen of zo. Als ik zo'n dingen ga doen, snap je? Ja. Maar ja, seizoen 4. Heb je Yu-Gi-Oh! Nou al teruggekeken? Op mijn tablet kan ik Yu-Gi-Oh! Niet terugkijken. Alleen op de computer. Omdat heb jij een tablet? Oh ja, dat wist ik. Op die tablet kan je die video's op die officiële Yu-Gi-Oh! Site kun je niet afspelen. Kan niet op dat apparaat. En op YouTube staan de eerste 2 afleveringen en de. En dat Kaiba tegen Yugi gaat en dat Kaiba dan zegt, ja, als je me aanvalt, dan val ik hier vanaf en ik dood. Dus dat is aflevering 23, 22. Dus ja, die heb ik gekeken en verder kon ik niks op YouTube kijken. En ik wil dan zeg maar Yugi ook kijken als ik bij de AC ben.
Maar ja, dat gaat dus dan niet. Dus, nee, alleen die aflevering. Ik speel nou ook niet meer echt zoveel die app. Hoe heet die? Duel Links, ja. Ik vond dat ook een beetje van, oh, nu heb ik het al even gezien. De hype is weer een beetje over. Ja, ik speel nu soms... Is die gast dan aan het pissen? Volgens mij wel. Ja, ik kan het niet zien. Nee, hier, kijk, daar. Waar? Ja, achter je. Daar, hier. Oh ja, hij is aan het pissen. Ja, die gast is aan het pissen. Holy shit. Zorg een keer te patraaf. Je weet dat we de deur open hebben. Ja, maar dat hoort hij niet. Ja. Hij patraaf. En hier ligt vast nog wel een mes. Ik heb hier wel een slingshot, hè. Dat is echt ver. Wee, slingshot. Hier, vuur die pijl hier maar mee af, jongen. Oh, hij is kapot. Je bent echt een loser. What the fuck? Oh, nou, daar is de slingshot. Je bent echt een loser. Ja, maar die touwtjes zijn helemaal niet meer goed. Ja. Ja, nou, dat was de slingshot. Okay. Hoe grappig zou dat zijn als die gast dan, wat, ik heb een slingshot. En dat hij dan in mijn eigen oog komt en dat die gast dan gewoon wegloopt en mij niet eens zo kijkt. Oké, hier, doe in het sekkie. Kom in 900 calorieën gewoon naar binnen. Normaal, jongen. Kom weer naar binnen. Wat ik het dan zo doen, zeg. Ja. Hier op, jongen. Oh, wacht, hier allemaal sla. Wacht, sla. Maar het is wel lekkerder als je het krijgt omdat je iets gewonnen hebt. Ja, zeker. Jij hebt me weet je van je, wat je van me krijgt? Een mannelijke huid. Nee! Hey, daar ben je blij mee, hè? Ja. Nee. Het is lekkerder als je het kijkt. Is hij toch wel mooi, jongen. Maar als jij nou naar het vliegveld gaat, moet jij dan niet die pijl eraf trekken? Want dat is eigenlijk gewoon een wapen. Fuck yeah, Je altijd alleen maar belachelijk maken. Had hij een goede grap, dan plaatste hij hem niet. Nee, want dat deed ik zeg maar meer uit respect, zeg maar. Ja, dat deed ik. Want ik dacht zo van... Nee, daar heb je echt over nagedacht. Daar ben ik grappig. Oh, wacht. Ik vind het grappig, alleen... Misschien moeten we dit even toelichten. Kijk, ik heb dus een tatoeage vindt. En het is een arrow, het is een pijl. Alleen Justin Jatta, die wou iets onder mijn Facebook foto, wou die iets zetten. Ja, van, maar sinds wanneer kun je een pijl schieten zonder boog? Oh ja, omdat ik had iets van een quote van... Ja, zo'n bullshit tekst, zo'n 7 tekst. Hij had zeg maar van, een pijl die moet je naar achter trekken en dan schiet je hem, launch je hem naar voren, naar het goede en bla bla bla. Dus blijf kijken naar de toekomst of zo. Zoiets. Dus ik dacht bij mezelf van, sinds wanneer kun je een pijl afvuren zonder een boog? Dus waar blijft de boog? Dus ik dacht ze van, zal ik dat nou zeggen of niet? Maar ik dacht ze van, die grap is zo geniaal dat iedereen die dan die grap leest, dan niet meer naar jouw tattoo gaat kijken, maar gewoon die grap. Dus dan had ik zeg maar alle fame, zeg maar. Dus ik dacht, nee Justin, dit is Milans moment voor fame. Ik vertel het wel gewoon in de vlog of gewoon in zijn bijzijn. Dus... Oké. Dat was het eigenlijk. En ik wilde hier bij de subspecial gaan beëindigen. Oké, wat. We beëindigen de video en dan gooi ik ze de bal in de camera en dan... Probeer het maar. Okay. Je moet daarop richten dan, okay. Hè. Oké, 1.